Lees ik even wat voor. Nee. En we zijn live vanuit de MK Bus op de Week van de Ondernemer 2013. Achter mij staat Danny Mekic. We zijn even de laatste voorbereidingen aan het treffen voor ons gesprek wat we dadelijk gaan voeren over online ondernemen. Dus tune alvast in, ga alvast lekker zitten. Wij zitten lekker warm in onze MK Bus en we gaan zo beginnen. Danny, ga lekker zitten. Heb je je foto al gemaakt? Ja, zeker. Ja. Oh, dat gaat heel snel. Heel snel, ja. Heb jij een uitnodiging voor de Joey? Nou, Joey, ik zal het nog een keertje doen. Ja, ik krijg hem niet namelijk. Joey, at, waar is het? At MKB Service Desk. Oh, oké. Okay. Joey. Anders moet je hem even naar mijn, ik denk dat je mijn Google Plus hebt gekoppeld naar mijn Gmail, denk ik. .nl, of, nu heb ik Joey at MKB Service Desk.nl, yes. Of. Willen jullie ook meedoen, daar achterin? We gaan nu live. Even hangout doen. Kunnen we een beetje meepraten? Even kijken. En als je dan je geluid even uit wil zetten, want anders hoor je jezelf tikken. Jurgen. Maar bovenin staat een eentje. Ja, komt ie. Okay. Maar is het handig als er een verbinding is om zeg maar met heel veel laptops hier en te gaan zenden en binnen te halen? We gaan dat gewoon even rustig. Idealiter wel, maar ik heb begrepen dat de verbinding hier niet optimaal is. Dus. Wat is dat in de zaal ook zo? Nee, dat zei jij net. Van, nee, ja. Maar nu is hij goed hoor. Heb je hem daar? Ik heb hem op deelnemen. Hé? Hey? Ja, die zit in. Die heb ik al getweet net. Ja, ik heb geluid. En dan moet je daar het geluid even uitzetten. Bij dat ding. Pet. Dus we hebben hem nu ook op de radio. Galt hij nu niet? Ja, je hebt het gewoon geluid uit. Ja, het staat uit. Ja? Jij kondigt jezelf aan. Hij zit nu rond, hè? Hij zit nu rond, denk ik. Als jullie piano hebben, dan kan ik wel wat bij. En dat is twee. Ja. Zit hier het geluid uit? Nee, je zet die geluid uit, Bert. Dat is deze. Oef. Nu galmt hij denk ik niet meer. Galmt hij nu? Ja, maar je moet wel het geluid aanzetten van de laptop zelf, van de MacBook, anders heb ik geen audio meer. Oh, het geluid zelf moet je aan hebben. Ja, zet hem wel helemaal zacht. Maar dat hoeft mij niet uit, dat eigenlijk altijd op het mengpaneel regelen. Nee, je moet wel volume hard zetten, anders hoor ik niks niet. Hey, oké, maar dan gaat die gewoon. Je hoort hem hier niet. Nee, dat is voor de mengtafel, dan gaat die kabeltje naar buiten. Je hoort hem niet. Je ziet het? Ja. Ik heb helemaal niks meer te vertellen. Even kijken, zijn wij goed in beeld? Zitten wij er goed voor, Danny? Volgens mij wel, hè? Danny, het internet. Ja. Er zijn 7,6 miljoen mensen in Nederland, 1,3 miljoen daarvan zitten op Twitter, 3,5 miljoen mensen op LinkedIn, al bijna 800.000 op Google+. Ja. Oftewel, er liggen kansen op het gebied van sociale media. Ja. Uit onze barometer, MKB Barometer Trends blijkt ook dat ondernemers daar wel mee bezig zijn, maar het nog moeilijk vinden om dat op hun waarde in te schatten. Het blijkt ook dat veel mensen al op die manier gaan communiceren, maar werknemers het nog lastig vinden, is het nou zakelijk, is het privé. Ja. En dat het steeds vaker een marketing uithangbord zonder dat het dan echt authentiek is. Ja, ja. Is dat goed? Voor iemand die weet, zeg maar, al vanaf je 15e ben jij met internet bezig. Je hebt een new team gestart. We zagen je vorige week nog bij de Paul Witteman zitten. Maar wat is er aan de hand, Danny, qua internetgebruik? Het is booming, maar tegelijkertijd is het nog spannend. Ja, maar je stelt eigenlijk heel veel goede vragen in één. Hoewel de vraag steeds op vragen, en dat gaan we ook zeker doen. Het mooie is, en dat moeten we niet vergeten, dat het internet, hoewel we het allemaal gebruiken, iedere dag, de hele dag door, is nog relatief nieuw. Als je kijkt naar verschijnselen waar ondernemers mee te maken hebben in de wereld, dat zijn eigenlijk altijd verschijnselen die al veel langer bestaan. Hè? Hoe je een organisatie op moet zetten, organisatiestructuren, allerlei managementstijlen, allemaal van dat soort zaken, dat is eigenlijk al een eeuw oud. Weet je, dat kun je relateren aan wat er vorige eeuw al gebeurde. Maar dat internet is nieuw, ondanks dat we het zoveel gebruiken. En je ziet eigenlijk dat mensen het ook benaderen, ondernemers ook benaderen als iets wat ze zouden moeten snappen en wat gewoon heel makkelijk zou moeten zijn. Wordt het overschat? Is dat het? Ik lees in zo'n boek van... Het wordt denk ik over- en onderschat. Dus het wordt overschat als het gaat om hoe makkelijk of moeilijk het zou zijn. Het is gewoon moeilijker dan veel mensen denken. Je moet het echt benaderen als iets strategisch. Je moet een plan maken, je moet vanuit doelgroepen denken. Je moet een doelstelling hebben. Wat wil je bereiken met het internet? Wat wil je bereiken met sociale media? Nou, in die zin wordt het onderschat, want veel ondernemers doen maar wat. En het wordt overschat als het gaat om
waar de limieten liggen van wat je ermee kunt bereiken. Het is niet waar dat als je als ondernemer alles goed doet op sociale media, dat je bedrijf in één klap booming is. Dan moet je het wordt wel iets waar je mee moet gaan rekenen. Al zagen we dat het gebruik van Twitter in Nederland begint iets af te vlakken. Ja. LinkedIn en YouTube, wat ook natuurlijk een sociaal kanaal is, dat blijft ongeveer gelijk. Ja. Maar Twitter neemt af. Ja. Zie je dat nou toch als een hype? Of beginnen mensen het te snappen? Wordt het een serieuze medium? En wordt het daardoor iets stabieler? Ja, nou, je ziet een paar dingen, namelijk ook dat het aantal actieve Facebook-gebruikers in Groot-Brittannië en Nederland aan het afnemen is. Het aantal actieve Twitter-gebruikers vlak iets af. Dat zie je eigenlijk altijd gebeuren bij verschijnselen die commodity beginnen te worden. Gemeengoed. In het begin was het nieuw, je moest erbij zijn, men wilde er ook bij zijn. Hoe lang zit jij nou al op Twitter? Ik weet niet hoe lang ik met mijn eigen account op Twitter zit. Ik weet dat toen Twitter er was, dat ik meteen een account had aangemaakt. Ja, zoiets, ongetwijfeld, ja. Maar het is gewoon nog relatief nieuw. Ik zie dat de microfoon eventjes wordt bijgeschakeld. Het is gewoon nog relatief nieuw, maar je ziet gewoon dat mensen die er als eerste bij wilden zijn om het gewoon een keertje meegemaakt te hebben, dat sommige van hen, het zijn dus vooral de early adapters, inmiddels wel denken van ja, ik heb het geprobeerd. Neem mij eens even mee, want ik weet nog heel goed, mijn eerste tweet was volgens mij in 2009, stond ik met een groep vrienden rondom een barbecue. Ja. En ik had net een iPhone en zei nou, ik ga nu iets heel geks doen, ik ga een tweet plaatsen en ik ga zeggen dat wij aan het barbecue zijn. Ja. Dat is dus niet zo relevant. Nou, dat weet ik niet. Kijk, je stelde net in je introductie al de vraag eigenlijk, hè, van hoe moet je Twitter nou gebruiken? Is het privé of is het zakelijk? Nou ja, heel veel organisaties zouden willen dat het een zakelijk kanaal is van hun medewerkers. En dat die medewerkers de hele dag de commerciële boodschap gaan verzenden waar dat bedrijf belang bij heeft. De waarheid is natuurlijk dat Twitter vooral een persoonlijk, een privé medium is. En ik denk dat je het eigenlijk moet gebruiken om mensen een indruk te geven van wat jouw zakelijke kant is. Wat je in je werk doet, met wie je afspraken hebt, wat je dan bespreekt. Maar voor mij is het ook altijd wel het kanaal om te kijken, wat is nou de mens achter de ondernemer? Of wat is de mens? Wie is de mens achter Danny Mekies? Want ik kan het natuurlijk lezen op jouw sociale profielen. Ja, maar is dat jouw verhaal of is dat ook echt wie je bent? In hoeverre geef jij jezelf echt prijs via je profielen? Nou, je zult van mij geen tweets tegenkomen dat ik aan het barbecue ben. Doe je dat nooit? Nou, nee, ik vind dat is niet het deel van mijn privéleven waarvan ik denk dat mijn volgers dat interessant vinden. Ik moet nu bijvoorbeeld wel denken aan wat wel eens gebeurd is dat ik ben redelijk sarcastisch. Dus dat ik denk van, ik begrijp iets echt niet. Dat ik het gewoon echt niet begrijp. En dan wil ik er nog wel eens een tweet uitgooien die dus ook sarcastisch is of ironisch bedoeld. Dan gaan mensen er wel vaak serieus op in. Nou, als je dan vervolgens goed kijkt naar wat er staat, dan zie je daar wel echt wie ik ben. Namelijk dat ik gewoon vaak vanuit onbegrip toch ook handel. Ik denk, ik snap de wereld niet en ik ga proberen die wereld beter te begrijpen. En ik ga proberen om... Maak je dan onderscheid in waar je die vraag stelt? Want dat is natuurlijk aan de ene kant kun je hem via Twitter stellen. Ja. Je hebt ook een Facebook profiel. Ja. Ja. Maak je daar nog onderscheid in? Ja, zeker. Je moet altijd nadenken over de vraag van, hé, wat wil ik communiceren? Twitter is bij uitstek het medium voor korte boodschappen, maximaal 140 tekens. Hoewel, of 160 tekens. Hoewel dat niet helemaal waar is, want de eerste tweets die ooit op Twitter verzonden zijn door de oprichters, die waren langer. Dus ze hebben blijkbaar voor zichzelf een uitzondering ingebouwd, dat ze dus toch iets meer tekst kwijt konden. Dus wij moeten het doen met wat minder tekst. Maar Facebook is meer geschikt om langere boodschappen te versturen. Aan de andere kant, we hebben nu, waarschuwde daar in oktober al voor, en dat is nu de waarheid geworden. Je ziet nu dat Facebook geld is gaan vragen voor het mogen versturen van berichten naar mensen waar je niet mee bevriend bent. En dat kan mogelijk straks ook gaan gebeuren met bedrijven bijvoorbeeld. Dat er dus gewoon geld gevraagd gaat worden door Facebook om communicatie nog plaats te kunnen maar laten. Dat is de dood van Facebook? En dat is de dood van het sociale aspect van Facebook. Hè. Sociale media of het sociale medium Facebook moet dus vooral gestoeld zijn op de sociale interacties tussen mensen. En dus niet de commerciële portemonnee die je al dan niet bij je draagt. En dat zie je nu op dit moment wel gebeuren. Dat veel van die sociale media, die worstelen toch met hun inkomstenstroom. Als je kijkt naar die, want je houdt natuurlijk de media erg in de gaten. Je bent een jonge ondernemer tussen aanleidingstekens die op jonge leeftijd begonnen is met ondernemen, maar gekend wordt om jouw visie op dat landschap. Social entrepreneurship, dat is iets wat natuurlijk steeds vaker naar boven komt. Het is een term die aan de ene kant aangeeft dat je ook echt daadwerkelijk iets bij gaat dragen aan de Nederlandse economie of een economie of een doelgroep. In hoeverre is het inderdaad de nekslag voor die sociale media dat ze die verdienmodellen erin moeten krijgen? Of is het iets waar we aan moeten wennen en het gaat toch wel gebeuren? Ja. Nou, ik denk dat je gewoon twee kanten ziet van dit verhaal, namelijk vraag en aanbod. Het is overduidelijk, de vraag is nu aanwezig. Mensen willen sociale media hebben die gratis kunnen gebruiken. En op het moment dat er verdienmodellen worden geïntroduceerd die daartegen indruisen, dus aan de aanbodkant,
ja, dan ga je zien dat, dat mensen op zoek gaan naar andere platforms. En het leuke is natuurlijk dat daar waar je vroeger eerst alleen in Nederland had je CU2, later kwam clubs.nl, later kwam Hives en nu heb je Facebook. En Pinterest is nu het snelst groeiende sociale netwerk. Dus je ziet ook gewoon eigenlijk dat in die relatief korte periode de sociale netwerken elkaar ook aan het opvolgen zijn. En Hives is alweer gezien, geloof ik. Nou ja, voor nu. Aan de andere kant, als Facebook straks echt geld gaat vragen voor het versturen van berichten, dat is toch echt de basisfunctionaliteit, zou je zeggen, van het sociaal netwerk. Als je daar straks geld voor moet betalen, en dat varieert dan van 80 cent tot 10, 20 dollar, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen zich opnieuw gaan oriënteren. Google Plus, en je zei net zelf 800.000 actieve gebruikers, dat betwist ik. Google is heel slim in het naar voren brengen van Google Plus. Ben je allemaal verplicht om het te gebruiken? Nou ja, je bent half verplicht om het te gebruiken. Maar ik weet, ik had een keer aan een Google-medewerker op Twitter toevallig de vraag gesteld van ja, ben ik ook, dat is ook zo'n sarcastische opmerking, ben ik ook een actieve Google Plus-gebruiker? Hij weet dat ik Google Plus niet gebruik, dat ik wel een account heb. Dus de vraag was eigenlijk, word je meegeteld in het totale aantal gebruikers als je wel een account hebt gebruikt? Waarschijnlijk antwoord ja. Google... Maar vind je dat Google het heel slim doet? Want feitelijk nodigen ze je uit om mee te doen. Dat is min of meer een verplichting. Waarom? Omdat je vindbaarheid op Google, je SEO, wordt daadwerkelijk beïnvloed door het aantal posts wat jij... Zeker, ja. Dat is ook zeker een reden om, en daarom heb ik ook zo'n account, om het wel te gebruiken, om te verzenden. Maar ik zie nu gewoon, ja, en dat is gewoon het bewijs dat Google Plus in de huidige vorm niet groot gaat worden. Ik zie gewoon niet heel veel mensen erop consumeren. Google heeft het slim gedaan. Je bent als ondernemer, als je wilt dat je site hoger in zoekmachine resultaten verschijnt, kun je handig gebruik maken van Google Plus door daar te posten, maar ook je sites aan je profiel te koppelen. Aan de andere kant, dat betekent niet dat mensen het gaan gebruiken. Dus ja, je hebt het nodig, je moet zo'n profiel aanmaken, maar het aantal actieve gebruikers blijft gewoon enorm achter. Als je het hebt over die doelgroepen, we staan hier op de Week van de Ondernemer. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de bezoeker hier boven de 40 is. Dat is een doelgroep ondernemers die niet is opgegroeid met sociale media. Er zit nog een doelgroep boven, de 50-plussers. Wij zien op ons YouTube-kanaal dat er heel veel kijkers zijn die 45, 55 zijn qua doelgroep. Die zijn geïnteresseerd in dit medium, die willen daarvan van leren. Wat is nou de belangrijkste boodschap die je hun wil meegeven? Nou, ik ga zo meteen in mijn presentatie twee dingen laten zien. Namelijk dat aan de ene kant we baby's nu opvoeden, niet met kleurpotloden, maar met iPads. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk het bewijs dat... het gewoon onmogelijk aan het worden is om die technologisering waar we het nu over hebben, omdat op een dag dat dat weer minder wordt of ongedaan gemaakt wordt. Nee, dat gaat gewoon door. En aan de andere kant, ik speel zelf piano en mijn favoriete pianist en componist is Ludovico Einaudi. En ik kwam zo'n gaaf interview met hem tegen bij de BBC. Hij was daar uitgenodigd om te vertellen over zijn muziek. Hij had een album uitgebracht, maar de studio was te klein voor een pianovleugel. Hij speelt alleen maar op Steinways en dan wilde hij de D-serie, die is 2,74 meter lang. Ja, dat paste gewoon niet in de studio. Dus ze vroeg aan hem, is er een alternatief? We willen je graag uitnodigen. Hij reist veel en hij heeft een systeempje gemaakt met twee iPads. Waarmee hij zijn... En hij trekt volle concertzalen. Dit is geen kleintje. Waarmee hij dus kijk, je hoort wel dat het niet een 120.000 euro kostende Steinway-vleugel is. Maar het lukt hem behoorlijk goed om met twee iPads toch zijn muziek ten horen te brengen. Nou, ik probeer eigenlijk aan de hand van die twee voorbeelden te laten zien van... Dit is er om te blijven. Dat is denk ik heel belangrijk van hè. Veel mensen die het niet zo goed snappen nog, maar wel nieuwsgierig ernaar kijken, die foppen zichzelf soms door te denken, dit gaat wel weer een keer over. Dat gebeurt dus niet. En aan de andere kant is het allerbelangrijkste bij nieuwe verschijnselen, voordat je het kunt begrijpen, is dat je er ervaring mee opdoet. Je moet er tijd in investeren. Je moet er tijd in investeren, ja. Je moet erover praten, je moet erover nadenken. En wat mij vooral opvalt, dat sceptici die... proberen niet te ondervinden of het klopt wat ze denken door het gewoon te proberen. Misschien is het wel terecht dat ze sceptisch zijn. Nee, die blijven weg. Ja, op die manier ontdek je natuurlijk nooit... Als je kijkt naar de investering in tijd, want veel woord, excuses, ik heb er geen tijd voor, ik ben er druk mee. Het kost een paar uur per week. Het maakt niet eens door dat het gewoon op je iPhone kan. Ja, ik zie trouwens de webcambeeld steeds verspringen. Ja, er komt iemand bij zitten die even zijn geluid moet uitzetten, dan gaat het goed. Ja. En dan de vraag nog een keer. De vraag die ik heb is dat heel veel ondernemers die inderdaad ermee gaan experimenteren, bang zijn voor de investeringen. Tijd en rendement liggen nog best ver uit elkaar. Je moet het zien volgens mij als een gesprek aan de stamtafel. We hebben nu een boek uitgebracht, eigenlijk eerst de hulp bij social media, netwerken aan de stamtafel, waarbij Richard Bordes ook beschrijft
dat het niet heel veel anders is dan een gesprek voeren aan de staptafel. Ja. Dat je daar ook die ervaring mee op moet doen, maar dat je het ook zo moet behandelen. Ja, nou, er is wel een heel groot verschil, namelijk dan is het wel een staptafel in je binnenzak. Dat is het grootste probleem van die sociale media. Een staptafel, daar ga je eerst naartoe, daar ga je zitten. En dan kun je nog oortjes in doen als je niet een gesprek wilt hebben. Maar als je dat niet hebt, dan kun je misschien een gesprek hebben aan die tafel. Maar het gebruik... Sociale media, die dringen gewoon binnen. Die dringen echt binnen. Als je het instelt, toch? Als jij nee, zegt, als je ze deze... installeert en je stelt niks in, dus de standaardinstelling. Je zegt licht aan hoe je instelt. Als je niks instelt, ja, dan is het onbeperkt. Dan is het een soort. Dan ben je aan de beurt. Ja. Dus. Dat is denk ik vooral waar de angstgevoelens vandaan komen. Dat ongebreidelde, dat ongeremde. Maar ja, je zegt terecht, je kunt het instellen. Dus als dat het bezwaar is van mensen, dan moet je dus bepalen wanneer je gebruik maakt van die sociale media. Ik ben op een gegeven moment, ik heb twee telefoons, een BlackBerry en een iPhone. Mijn BlackBerry heb ik altijd bij me, daar heb ik geen apps op staan. Dus ik word bewust, omdat ik dan niet afgeleid word. Omdat op een gegeven moment, ik krijg de hele dag pling-pling, dan mailtje, sms'je, dingen. Dus gewoon lekker rustig. En twee keer per dag pak ik mijn iPhone erbij, lees ik lekker alle berichten door. Op welke momenten doe je dat? 'S ochtends vroeg, voordat iedereen wakker wordt. Meestal ben ik al op. En ja, dat meestal zo rond de lunch. Hoe laat begint jouw dag? Vandaag begon hij heel vroeg. Afgelopen week was het ook steeds heel vroeg. Ik probeer eigenlijk, ik ben geen ochtendmens. Je hebt nog geen kinderen of wel? Nee. Staat gewoon lekker vroeg op? Ja, ik ben geen ochtendmens. En dat betekende voorheen eigenlijk altijd dat ik gewoon tot heel laat doorging. Maar het nadeel daarvan is dat als je dan iets langer in bed blijft liggen, 's ochtends, en je wordt bijvoorbeeld om 8 of 9 uur wakker, dan heb je al relatief een achterstand. Hè? Want dan heb je al heel veel berichten en dingen die van die dag zijn waar je achterheen moet lopen. Dus ik ben mezelf aan het trainen en toch aan het aanleren dat ik iets vroeger, iets eerder opsta. Dan ben ik die berichten voor en dan als ze komen, zeg maar, dan kan ik ze ook meteen beantwoorden. Dus dat doe ik 's ochtends, dan gaat die uit. En het is belangrijk, het wordt alleen maar belangrijker dat je dus zeker als ondernemer, maar dat geldt voor iedereen, dat je zelf probeert in controle te blijven van je tijd. En het stomme is... Time management, want op het moment dat je een adviseur inhuurt of met klanten in gesprek gaat of wat dan ook, dan denk je altijd na als ondernemer, hoeveel tijd ga ik hier insteken? Die vraag wordt door eigenlijk bijna het magische van de sociale media, omdat het zo nieuw is, bijna niet gesteld door mensen. Terwijl je moet het op dezelfde manier benaderen, denk ik, als andere verschijnselen waar we al langer... mee te maken. En er zijn hele dure cursussen voor time management, ook heel goedkoop. Maar uiteindelijk is de kern van het verhaal, het gaat over discipline, het gaat over focus en het gaat over een onderscheid maken tussen wat moet ik nu doen, wat is belangrijk en via welk medium krijg ik iets binnen. Ja, absoluut. Even één stap verder naar sociale media, naar online ondernemen. Mm-hmm. Ook daar heb jij een bepaalde visie op. Hè? Er zijn heel veel trends die spelen. Wat zijn nou volgens jou de belangrijke ontwikkelingen voor de komende 2-3 jaar waar je als ondernemer echt mee bezig moet gaan? Nou, voordat ik die vraag beantwoord, wat ik zo meteen ga doen is eigenlijk kijken waar komen we vandaan wat het internet betreft. Dus wat heeft ons gebracht hier anno 2013 op dat het eigenlijk alleen nog maar over sociale netwerken gaat. Ja. En ik trek het vervolgens iets breder naar ICT in het algemeen. Internet is ook slechts een technologie. En ik laat ook mensen zien waar het heen gaat in de toekomst. Nou, een aantal zaken die eraan zitten te komen, die voor heel veel ondernemers dingen gaan veranderen, is het feit dat we straks overal in Nederland 4G internet hebben. De vierde generatie mobiele data. En dat is best apart, want ik sprak gisteren iemand die in Rusland actief was, daar is het gewoon normaal. Ja, en in ontwikkelingslanden, sommige landen in Afrika, in het kader van MVO gaan grote internetbedrijven daar naartoe. En die zeggen, wij brengen jullie internet, want als je internet hebt, dan kun je zelf gaan leren hoe je een land opbouwt. Uiteindelijk hebben die bedrijven natuurlijk gewoon een commercieel belang. Ja. Maar daar is het ook. En de reden waarom het in Nederland eigenlijk dus in die zin achterloopt, dat heeft te maken met de vergunningen voor de frequenties. Die zijn in het verleden voor een langere periode toegekend en die liepen afgelopen jaar af. Ja, en providers hebben daarop gewacht, collaboreren. Ja. Dus dat komt eraan. En waarom dat zo interessant is, is omdat het aantal apparaten dat tegelijkertijd verbonden kan zijn met het mobiele internetnetwerk, neemt exponentieel toe. Dus dat betekent dat we straks wasmachines krijgen met een standaard internetverbinding, die op internet kijken hoeveel stroom er aanwezig is op het net en hoeveel er wordt verbruikt. Een Nuon kan dan zeggen, we stoppen met het verkopen van stroom, gaan wasbeurten verkopen. En dan heb je twee opties. Of je krijgt je wasbeurt als je op de knop drukt, of je krijgt de wasbeurt op het moment dat de stroom het goedkoopst is. Dus dat zit er aan te komen. Privacy is dan natuurlijk meteen... Wij hebben thuis nu zo'n sociale... Ja. Wat is het, zo'n digitale meter. Ik vind het geweldig, want dan kun je zien wat er gebeurt. Maar ja, dan kunnen wel meer mensen zien wat er gebeurt. Ja, en is dat erg? Is dat ergens een persoonlijke vraag? Er zijn mensen die vinden het helemaal niet erg als andere mensen alles van ze weten. Andere mensen die zijn er wat meer mee bezig. Wat me altijd opvalt is dat mensen die zeggen, ik heb niks te verbergen. En als je ze dan vraagt, trek je kleren dan uit? Dat doen ze nooit. Dus ik vind het altijd maar een beetje prietpraat. Het lastige van privacy is dat het woord pas sinds 1950 in de Vandalen voorkomt. Het is een direct gevolg eigenlijk dat privacybegrip van de Tweede Wereldoorlog.
Hoe zit jij daarin? Qua privacy? Ik wil zeggen, in de Tweede Wereldoorlog zat ik gelukkig niet, maar nou ja, ik vind het vooral belangrijk om het aan te kaarten. Privacy is namelijk heel belangrijk geweest voor de totstandkoming van de wereld waar we nu in leven. Vooral in Nederland, in het Westen. Omdat privacy is eigenlijk de afstand die aanwezig moet zijn tussen jou als mens en de overheid. Dus het gaat in eerste instantie helemaal niet over hoe wij met elkaar omgaan of bedrijven onderling. Het gaat in eerste instantie om dat de overheid als uitgangspunt niet te dicht bij de burgers mag komen. Het uitgangspunt is dat de overheid niet dichterbij komt. Er zijn heel veel definities in de Vandalen. Kijk, bijvoorbeeld de Dunne Vandalen zegt dat privacy is dat je jezelf kunt zijn. Nou, daarbij teken ik op, ja, ik ben mezelf nog aan het zoeken. Dus hoe kun je jezelf zijn als je nog zoekende bent? Als je in de dikke Vandalen kijkt... Onder geest, zeg ik dat. Ja, als je in de dikke Vandalen kijkt, dan staat er echt zo'n definitie van wat het is. Maar privacy is dus in de eerste instantie, zoals toen het geïntroduceerd werd, dat begint als afstand tussen de overheid en burgers. Later zijn we ook gaan zeggen, luister eens, we willen ook dat bedrijven en burgers onderling een bepaalde afstand houden tot elkaar. En dat is belangrijk, omdat als je het niet hebt, als je wilt weten wat het betekent als er geen privacy is, dan moet je naar een communistisch land gaan. Daar is geen privacy, daar bepaalt de staat alles. Dus ook wanneer je naar je werk gaat, waar je werkt, wat voor kleding je aantrekt. Dus alle vrijheden die wij hebben, die wij privacy noemen, die afstand, die is daar niet. En ik denk dat niemand in Nederland, die ondanks dat we privacy een moeilijk begrip vinden, je kunt het niet zien, je kunt het niet kopen, je kunt het niet vastpakken. Het is in Nederland nog best goed geregeld, want mensen maken zich daar druk over. Even terug naar die trends. Ja, ja. Je noemde één trend, de wasmachine van de toekomst, ja, die voor jou gaat denken. Ja. Andere trend is dat offline en online gaan versmelten met elkaar. Dus je ziet nu eigenlijk twee werelden. Je hebt de offline wereld waarin we leven, we zitten hier in een bus en we hebben dit gesprek met elkaar. Hier is de camera. Ja, dat is wel leuk voor de mensen. Laten zien, we hebben hier, maken wij radio. Dat is belangrijk om te laten zien. Dat zit allemaal op één kabeltje en daarachterin zit ons sociale media team, poef. En die zijn allemaal druk bezig met het retweeten van dit hele verhaal. Maar dit zijn twee werelden. Wij hier in dit filmpje zitten in een bus en wij kunnen elkaar zien en horen. En ik hoor iemand lachen en grinniken en zo. Dus, weet je, dit is onze wereld. En via dit apparaatje kan het internet meekijken. Terwijl, hoe gaaf zou het zijn als dat internet nu ook hier aanwezig is, dat hier bijvoorbeeld achter een scherm zou hangen. Dat je alle mensen die op dit moment ingelogd zijn op dit kanaal zou kunnen zien. Dat ze mee kunnen praten. Dat je ze het woord zou kunnen geven. Dus we zijn nu nog echt. We zitten in twee werelden en het gaat versmelten. Het leuke is dat. En dat is inderdaad experimenteel. Het leuke van dit platform waar we vandaag op zitten. Google Hangouts. On Air. Hè, dat is inderdaad zo'n medium waarmee je kan spelen. Ja. En tijdens dat spel merk je inderdaad dat het, als je zo'n stream openzet, dan krijg je hele interessante gesprekken, hele leuke dingen. Het voordeel hiervan is dat het ook wordt opgenomen, ja, dat je het daarna meteen kan distribueren op internet. Ik moet zeggen, ik gebruik Google Hangouts ook steeds vaker voor meetings. Ja. Want je hebt bijvoorbeeld Skype, maar dan is het lastig om achteraf, en dan moet je voor betalen tegenwoordig. Maar wat ik gewoon wil, is dat het gewoon opgenomen kan worden. Dat je achteraf nog eens een keer terug kunt kijken, wat hebben we met elkaar besproken en besloten. Het is handig als je andere mensen deelgenoten wilt maken van een gesprek waar ze niet mee aanwezig konden zijn. Om één voorbeeld te geven van het versmelten van die offline en online wereld. We zijn zelf voor een groot warenhuis in Parijs bezig met een interactieve tour door de winkel. Mensen die geven op internet, onder andere op Facebook, maar ook steeds meer plaatsen aan van welke merken ze houden, wat hun lievelingskleur is. Je kunt aan de hand van foto's in verhouding tot mensen hun gezicht, kun je inschatten wat voor maten mensen hebben. En op die manier zou je dus een op maat gemaakte reis door een winkelcentrum aan kunnen bieden. Waarbij je alleen maar langs merken komt. Het nieuwe winkelen, zeg maar. Nou, het nieuwe winkelen. Waarbij je alleen maar langs artikelen komt waarvan je echt weet van dat vind ik echt leuk. Winkeliers zijn daar heel bang voor. Nou, dat weet ik niet. Want wat je ook krijgt dan, stel je hebt zo'n systeem. Nu moet je van ieder product dat je hebt, moet je 10, 20, 30, 100 exemplaren hebben. Voorraad. Een voorraad. En dat is een heel duur probleem eigenlijk. Terwijl, hoe gaaf zou het zijn als je gewoon straks in een winkel bent, een artikel pakt, dat artikel scant. In de mate die je graag wilt hebben. En dat het gewoon dezelfde dag of de dag daarna bij jou thuis wordt bezorgd. Dus dan kunnen die winkeliers kunnen van die enorme voorraad af zijn. Nou, je ziet de eerste experimentele winkels. Het zou een efficiëntie slag kunnen zijn, maar vooral kun je meer aanbod creëren vanuit een fysieke winkel. Dus nu is het zo, het lijkt soms dat op het internet kun je alles vinden en in een winkel bijna niks. Ik wilde laatst, ik had met spoed, hadden wij twee spiegelreflexcamera's nodig. Die kosten met lenzen €2000 per stuk en het was op een zondag en alle fotowinkels die in Amsterdam open waren op zondag hadden niet die camera. Maar je had hem wel nodig. Nou ja, en ik had €4000 voor ze, maar dat geld wilden ze blijkbaar niet hebben. En we hadden het wel nodig. Uiteindelijk ben ik naar Duitsland gereden om het daar op te halen. Nou ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dus je ziet gewoon op dit moment die twee werelden niet goed met elkaar samenwerken. En het is in het belang van zowel de online als de offline wereld dat ze dat wel gaan doen. We willen niet meer wachten. Dat is natuurlijk ook zo. Als we iets willen, willen we het nu, omdat het kan.
In veel gevallen omdat het kan. Of als het juist leuker is om te wachten. Een vriend van mij heeft laatst een hele dure auto besteld. Waarom kun je je eigen auto niet in het productieproces volgen? Ben je zo, dat kan toch? Ja, een filmpje. Nog dat je gewoon auto. Ziet, nou ja, dat je gewoon op een gegeven moment een mailtje krijgt. Beste Danny, je auto wordt nu in elkaar gezet. En dat je vanaf dat moment iedere ochtend op een livestream, dat je eerst de onderkant ziet, dat die in elkaar gezet wordt. Dat komt bij een bepaalde merk. Het is niet zoals ik het bedoel. Het is allemaal te plat, het is niet interactief. Je kunt tijdens dat proces niet interacteren met het. Ik ga er ook niet naar kijken, het wordt nu heel plat aangeboden. En dat doen ze bijvoorbeeld in de piano-industrie wel. Als je een Steinway-vleugel koopt, die kost €120.000, dan word je eerst uitgenodigd in de fabriek. Gaan ze het hele proces aan je uitleggen. Het is beleving. Ja. Dat is denk ik ook echt een trend die uiteindelijk, als je die twee werelden laat samensmelten, online of offline, dan is beleving. Authenticiteit van je boodschap, van het gevoel, het verhaal wat er omheen hoort rondom die Steinway is natuurlijk ook beleving. Ja, en het is ook relevantie. Want op het moment dat je een beleving creëert, maar je maakt gebruik van de informatie die je hebt van mensen en over mensen via hun eigen kanalen, dan kun je eigenlijk alles wat je doet relevant maken. Wat ik interessant vind in jouw betoog is dat die online-offline wereld smelt samen, er kan steeds meer, maar eigenlijk stellen we samen, als we het voorbeeld van die Steinway pakken, dat het beleving rondom een middel is. Die twee dingen blijven middelen. Hè? Online ondernemerschap, de mogelijkheden die er liggen, het zijn middelen om een bepaald doel te bereiken. Ja. Of dat doel nou beleving is, klanttevredenheid, dat zijn we weer terug even waar we het gesprek mee begonnen, die oude waarden. Ja. Het gaat uiteindelijk over het gesprek tussen jou en mij, bijvoorbeeld in een bus, waarmee je een boodschap wil verkondigen. Ja, absoluut. Nou ja, en niet alleen hier in deze bus, we staan voor de plek waar het allemaal gebeurt vandaag. En deze week komen gewoon 10.000 ondernemers fysiek hier naartoe. En dat is echt een heel groot aantal. Het zijn allemaal mensen die stuk voor stuk een bedrijf hebben of bezig zijn een bedrijf te starten. Die geïnspireerd willen raken. En dat blijkbaar niet online willen doen. Want je kunt natuurlijk ook achter je computer plaatsnemen en op YouTube allemaal informatie gaan zoeken. Nee, het is ook een manier. De relevantie wordt ook geboden op zo'n dag. Iedereen is ondernemer of heeft iets te bieden voor ondernemers. Er staat een bus voor de deur waar gesprekken plaatsvinden die voor die ondernemers interessant zijn. Er zijn stands die iets te bieden hebben aan ondernemers. En die beleving, dat je gewoon rondloopt en het maakt niet uit waar je bent, waar je naar kijkt, met wie je praat, dat het allemaal relevant is, dat lukt nu nog niet heel goed op het internet, behalve dan op de sociale media. Maar het probleem daar is dat bijvoorbeeld Facebook geen eigen content heeft. Dus Facebook is bijvoorbeeld afhankelijk van wat andere mensen erop plaatsen. Het leuke van hier is dat zo'n organisatie zo'n dag, zo'n week eigenlijk vormgeeft, nadenkt over wat zijn nou belangrijke onderwerpen voor ondernemers om mee te krijgen. Ja, en ik blijf erin geloven van, ik zie het gewoon niet gebeuren dat mensen op een dag gewoon helemaal hun huis niet meer uitkomen. Want dat is even, zeg maar, die online ontwikkeling in de meest extreme vorm. Dat zou dus zijn dat je 's ochtends opstaat, dat je gaat zitten, dat je een rietje in je mond doet, dat de koffie druppel voor druppel precies in de juiste. En dan krijg je de Matrix-achtige dingen. Dan krijg je de Matrix-achtige dingen. Ja, of Minority Report, misschien nog mooier, want dan zie je mensen in een bad liggen met hun hersenen verbonden aan een soort supercomputer en er wordt voorspeld wie een misdrijf gaat begaan. Niet mijn ideale wereld. Nee, maar we zijn er wel langzaam naartoe aan het gaan. En dat is ook waarom het belangrijk is dat er ook gesproken wordt over onderwerpen zoals privacy, waar we het net over hadden. Maar ook bijvoorbeeld de Google Glasses die eraan zitten te komen. Dat is een bril van Google met Zullen een camera. Die als afslag pakken? Is goed. Ja. En een glasplaatje voor je oog. En die bril zal straks 24/7 verbonden kunnen zijn met het internet. En alles wat je doet wordt dan opgenomen. En stel, wij hebben dit gesprek en ik denk daarover een paar jaar aan terug. Ik dacht van, goh, wat was dat weer leuk. Dan kun je dus gewoon op tekst het gesprek terugzoeken. Krijg je het beeld erbij, audio erbij. Locatie erbij, de aanwezigen erbij. Aan de ene kant geniaal. Aan de andere kant, wat zij ook volgens mij willen, en ik heb een paar van die YouTube-filmpjes gekeken van Google zelf over dat project, waarin ze ook echt bewust die discussie willen uitlokken, volgens mij. Dus aan de ene kant willen ze weer vooruit. Ja. Tegelijkertijd hebben wij het er nu ook over, dus het is ook een discussiestuk. Ja. Maar als die er is voor $750, ik wil hem wel hebben. Ja, nou, en hij wordt straks natuurlijk goedkoper, ja, absoluut. En dat is misschien afsluitend ook wel, denk ik, voor de kijkers en luisteraars interessant. Dat is ook de strategie van veel van dit soort businesses zoals Google, maar kijk ook naar Facebook. Die introduceren iets lang van tevoren als ze gaan communiceren. Vooral als ze weten dat het controversieel is, dan ontstaat er ophef. En er waren nu ondernemers die hadden gezegd, wij verbieden de Google Glasses in ons café. Dat was een viral bleek. Ja. Dat was gewoon iemand die graag aandacht wilde. Maar nu het laatste nieuws, en dat schijnt dan wel echt te zijn, is dat een aantal stripclubs hebben gezegd, geen Google Glasses bij ons. Nee, dat is een business case. Dat lijkt me inderdaad het geval. Maar het slimme is, Facebook en Google die gaan dus eigenlijk bij controversiële zaken, duwen ze het vooruit. Wij gaan dan alvast verantwoordelijk zitten zijn en met elkaar discussiëren over wat we kunnen. Er komen allemaal mooie filmpjes, dat vinden we toch wel weer leuk. En een paar jaar later ligt het in de winkel en dan zijn we bijna al onze bezwaren vergeten. Dat doet Facebook ook met nieuwe functionaliteiten. Kunnen wij dat terugkijken? Absoluut. Danny, ontzettend bedankt voor jou. Heel veel plezier ook in de bus. Ja. Ik vind hem te gek.
En als jullie een rondje gaan rijden straks, dan kom ik graag voor je zitten. Toch? Ja. Leuk. Ik zet nu de uitzending op stop. Dankjewel voor het kijken.